Wie is Dale van Petegem? Ik ben een technologie-optimist. Ik ben eigenlijk al sinds kinds af aan enorm gepassioneerd geweest door technologie. Voor mij is het all or nothing. Aan het einde van mijn carrière zou ik meer spijt hebben van de dingen die ik niet heb geprobeerd dan de dingen die ik wel heb geprobeerd. De energie die je krijgt van iets nieuws te doen, iets nieuws te proberen, daaruit te leren, dat drijft mij enorm. Ja. Ik ben ondernemer. Ik ben medeoprichter van Scopernia. Wij zijn een adviesbureau dat bedrijven helpt bij transformatie en innovatie. We noemen onszelf een lighthouse for change. Okay. En daarnaast ben ik ook medeoprichter van twee start-ups. Eentje is Social Seeder. Een platform waar bedrijven medewerkers kunnen mee uitnodigen om via sociale media boodschappen te delen. Okay. En het tweede is Speakersbase, wat een platform is waar we eventorganizers en sprekers met elkaar willen verbinden. We willen eigenlijk een soort digitaal sprekersbureau zijn. Oké, cool. En tussendoor ben je nog links en rechts coach of mentor voor start-ups ook, heb ik begrepen? Ja, inderdaad. Ik heb dat gedaan voor Roularta Mediatek Accelerator. Ik ga het nu ook doen voor VRT. Die zijn bezig met een groot Europees initiatief waar ze met tech, mediatech spelers willen gaan scouten en in verbinding willen stellen met het media-ecosysteem. En ik doe dat ook in Dubai. We hebben een klein kantoortje in Dubai sinds 2 jaar. We werken daarvoor Chalhoub Group. En ze hebben een greenhouse accelerator waar ze zowel met technologie-startups als beginnende modemerken of beautymerken willen samenwerken om die eigenlijk te versnellen in de markt. Oké, okay. Busy man. Ja. Uw naam is de eerste keer tot bij mij gekomen. Ik heb ooit, toen ik nog voor Selection werkte, kwam Joost spreken. Ik kwam zijn boek voorstellen. Dat was een aparte beleving, omdat je had een heel deel van de zaal die aan de lippen hing van jou. En ik denk dat dat meestal wel is, want net als jou, jou vrij begenadigd spreker, dan was een deel van de zaal die niet meeging, niet omging en... Letterlijk, klein. Het was net na de middag, de calorieken de koolhydraten deden hun ding, inderdaad. Maar laat ons zeggen, ik Jo kwam spreken. Ik was echt helemaal, mijn wereld ging open. Ik dacht, antwoorden voor dingen die ik zie, maar die ik niet begrijp. Ik heb dan het boek destijds gekocht, gelezen, helemaal mee, helemaal om, Digital Transformation. Dat boek heeft het best goed gedaan, denk ik. Hè? Ja, inderdaad, tot ons verbazing, want op het moment dat we het boek hebben uitgebracht, dachten we eigenlijk, gaat dit wel iets zijn waar mensen zitten op te wachten. Maar ik denk dat, net zoals bij start-ups, de timing juist moet zijn en alle puzzelstukjes moeten in elkaar passen. En dat was ook op dat moment zo. Dus er was een enorme nood plots op digitaal vlak. En bedrijven begonnen het besef meer en meer te ontwikkelen dat digitalisering fundamenteel deel wordt van de strategie. En dat het ook belangrijk is om dat echt in de strategie te omarmen. En dus ik denk dat we met ons boek op de juiste moment op de juiste plaats waren. En dus we hebben inderdaad veel exemplaren verkocht, ook internationaal. En dat heeft ons uiteindelijk dan ook tot in Dubai gebracht. Dus het is via het boek dat we daar zijn beland. Dus inderdaad, we hebben daar wel een mooi parcours kunnen mee afleggen. Eigenlijk. Digitalisering is duidelijk iets waar je heel gepassioneerd door bent en mee bezig bent. Waar komt die passie voor digitaal vandaan? Goh, ik ben eigenlijk al sinds kinds af aan enorm gepassioneerd geweest door technologie. En ook het internet. En zoals jij daarnet zei, mijn wereld ging open bij een speech. Weet ik nog, toen ik met mijn 56K-modem voor het eerst op het internet... fantastisch nostalgisch geluid, ik mis het nog altijd. Toen moest je nog betalen per minuut, dat waren de high days. En konden we ook nog wachten voor een webpagina was geladen met de blauwe hyperlinks. Dan ging het niet over milliseconden die we konden winnen. Nee, inderdaad. Ik ben altijd enorm gepassioneerd geweest en bezig geweest ook zowel met hardware als met software. Ik heb ook na mijn communicatiewetenschap met de UGent, heb ik ook nog een jaartje informatica gedaan. Dus het heeft er altijd wel op een of andere manier in gezeten. En dat komt eigenlijk omdat ik heel graag bezig ben met de toekomst. En je hebt heel veel mensen die hun ei vinden in de geschiedenis. En ik vind de twee even belangrijk trouwens, geschiedenis en toekomst. En vaak geven die elkaar ook de hand. Maar voor mij is de toekomst echt iets dat mij enorm passioneert. En ik denk altijd, als je kijkt waar we nu op 20 jaar staan met het internet, geef dat nog eens 20 jaar extra. Kijk eens naar de volgende generaties. Het is zo fenomenaal hoe snel de maatschappij nu vooruit gaat. Er zijn uiteraard ook een aantal nadelen aan verbonden, maar ik ben een technologie-optimist. Ik heb er altijd met heel veel passie naar gekeken en er dan ook mijn job van gemaakt.
Grappig is over geschiedenis is dat ik was niet zo'n heel goede student. Ik studeerde niet graag. Ja. Nuance. Ik herken het ook. En geschiedenis was ook mijn ding niet, mijn dada niet. En nu we bewegen beiden in het speelveld van innovatie en er komen dingen op ons af. En je gaat boeken lezen en je gaat je kennis verrijken. En lees ik in heel veel goede boeken echt verwijzingen, referentiekaders uit het verleden van dingen die gewoon terugkomen. En dan ja. En plotseling ben ik echt super geïnteresseerd in geschiedenis. Redelijk. Het gaat over de basisnoden ook van de mens. Hè, en die veranderen op zich niet door technologie. Ik luister in mijn vrije tijd heel veel naar techno. Ik ben, dat is een van mijn passies naast technologie. Ook omdat techno-muziek eigenlijk voor mij een soort sound of the future is. En er is nu een song waar ik heel veel naar luister. En dat is door Colin, een Nederlandse artiest, DJ. En die song is The Future is the Past. And the Past is the Future. Ik vind dat heel boeiend. Ik denk ook dat dat klopt. Dus net zoals bij jou is mijn passie voor geschiedenis gegroeid. Maar als ik moet kiezen, neig ik nog altijd meer naar het lezen van boeken die over de toekomst gaan. Eerder dan lezen van boeken die over het verleden gaan. Ja. Maar ik heb er wel een diepere band mee ontwikkeld doorheen de jaren. Vroeger dacht ik echt van, the past is the past. En we moeten vooruitkijken. Maar ik denk dat we inderdaad heel veel kunnen leren van het verleden. En dat heel veel dingen terugkeren. En de basisnoden waar we als mens naar op zoek zijn, zijn niet veranderd. Ja, cool. Tegendeel. Je hebt de voorbije jaren 3 boeken geschreven. Misschien 3. Klopt. Dat klopt. Je hebt 2 toffe start-ups die volop bezig zijn. Accelerator, dus coach. Je wordt opnieuw coach. Ik hoor heel veel uren in een week. vooralsnog kun je jezelf niet klonen nog schalen. Klopt. Hoe ga jij om mij eigenlijk gewoon al die balletjes in de lucht houden? Hè? Want je bent met veel projecten tegelijk bezig. Ja, klopt. Ja, soms, zoals bij iedereen, is het moeilijk om het te managen. Hè. Soms ga je eens in overflow. En ik vind dat ook wel goed, want ik heb ook adrenaline nodig. Maar je moet natuurlijk opletten dat je het punt niet bereikt. Dat je het gevoel hebt dat je de balletjes ook laat vallen. Maar dus, ik denk dat het begint bij mijn passie. En als je het gevoel hebt dat je iets graag doet, dan zijn uren vaak ondergeschikt. En dan betrap je jezelf er ook wel soms eens op dat je langer bezig bent dan dat je eigenlijk gepland had. Wat soms ook de kosten gaat van familietijd enzovoort. Maar dus voor mij is het feit dat ik het zo graag doe en dat ik zo, net zoals jij waarschijnlijk, gepassioneerd ben door de innovatie en de technologie en de nieuwe mogelijkheden die er zijn, dan tel ik doorgaans mijn uren niet. En ik denk ook als ondernemer, ook net zoals jou, je bent ook bezig met je eigen ding, waar je zelf hebt voor gekozen. Wat ook wil zeggen dat je zelf verantwoordelijk bent voor dat traject. Ja, dus dan is het vaak al in. Ja, het voelt alleszins herkenbaar en dat al ingaan is inderdaad niet noodzakelijk een slecht ding. Nee, absoluut. Jullie helpen bedrijven in heel diverse domeinen. Grote retailgroep, maar ook in de banking zijn jullie actief. De media, dus een heel breed vizier, is fantastisch. Ons vizier is wat enger, we zitten vooral op retail. Als ik het even op retail mag gooien. Als jij vanuit jouw rol, je zit natuurlijk op een mooi project in het Midden-Oosten. Jullie hebben hier ook al verschillende bedrijven geholpen. Mm-hmm. De staat van innovatie in de retail, laten we maar even de Belgische retail pakken. Ja. Om het lekker toepasselijk te maken. Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat die vandaag relatief oké is. Ik denk dat veel bedrijven nu echt in beweging zijn gekomen. Mijn opinie is alleen dat we soms iets lang gewacht hebben. Dus ons boek rond digitale transformatie is verschenen in 2013. En eigenlijk staan we ondertussen 7 jaar verder. En ik denk wel dat we meer hadden kunnen doen. Nu, ik denk dat sommige mensen het ook voor een stukje onderschat hebben. En er zijn ook evoluties, zoals vandaag met COVID enzovoort, die de dingen nog meer versnellen als je bijvoorbeeld over de e-commerce hebt. Dus we hadden de trends wel zien komen, alleen zijn ze nu vandaag nog sterker op ons afgekomen. Dus ik denk dat we wel een stukje tijd hebben verloren. Maar ik denk wel, als ik kijk vandaag naar wat de bedrijven aan het doen zijn, dat we eigenlijk wel fier mogen zijn, ook met de middelen die er soms maar zijn. Want laat ons wel wezen, we leven niet in de States, we leven niet in Azië, waar je voor miljarden mensen kan werken. Dus ik denk dat in de huidige context, in de huidige markt vandaag, dat we best wel fier mogen zijn op wat de retailbedrijven aan het doen zijn. En sommige dingen daarvan zijn zelfs state of the art. Het hangt natuurlijk af van bedrijf tot bedrijf. Hè. Er zijn sommigen die echt frontrunners zijn en anderen lopen iets achter. Maar algemeen denk ik vandaag goed. Alleen hebben we denk ik jammer genoeg een stukje tijd verloren onderweg. En laat ons hopen dat we nu op die snelheid kunnen doorpakken. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat op de snelheid doorpakken, dat het is geen kwestie meer van misschien, maar
nu, hè. Ja, do or die. Ja. Met name het e-commerce luik is voor mij heel herkenbaar. We hebben de moment dat COVID uitbrak en winkels toe enzovoort. We hadden allerlei leuke en wat meer creatieve ver in de toekomst projecten lopen. Die werden plotseling stickertje eruit. Want ja, ver in de toekomst is even niet meer belangrijk. Vandaag doet ertoe. En eigenlijk de meeste dingen waar we vandaag mee bezig zijn, heeft inderdaad te maken met die alle problemen die plotseling ontstaan als een business unit die je vooralsnog stiefmoederlijk, misschien niet noodzakelijk stiefmoederlijk, maar toch niet met dezelfde aandacht behandeld hebt. Omdat ja, die winkels nu eenmaal voor de rendabiliteit zorgen en niet een e-commerce pot. Ja, en het moment dat dat dan ineens explodeert in omzet en alle druk die daarbij komt kijken, zorgt voor zoveel vandaag de dag uitdagingen. Ja. Dat het wel opvallend is dat daar nu echt snelheid gepakt wordt door heel veel mensen. En mijn gevoel toch in de omgeving. Het is mooi wat je zegt van stiefmoederlijk, want een van de dingen waar wij nu in geloven is dat bedrijven eigenlijk een soort twin organization moeten bouwen, noemen we dat. Dus eigenlijk van stiefkind naar tweeling. Ik denk dat we daar naartoe moeten, dat bedrijven echt moeten nadenken. Wat als COVID langer duurt dan we denken? Wat als er een andere COVID ontstaat? Ook de gewoonten van de mensen zijn wellicht voor een stukje veranderd. Sommige mensen, de pendulum zal wel een stukje terugslaan. Maar voor veel mensen is e-commerce nu ook weer een nieuwe realiteit geworden, die ze wellicht niet achterwege gaan laten als de winkels terug open gaan. Dus ik denk dat retailers met name echt in twin organizations moeten nadenken. Ik geloof in hybride modellen, dus ik geloof in de kracht van winkels. Maar zoals je zegt, het stiefmoederlijk behandelen van e-commerce en de digitale initiatieven, daar moeten we nu naar de tweelingfilosofie gaan, eerder naar het stiefkind. En de gas erop. En de gas erop. Je houdt van de toekomst. Ja. Je bent bezig met de toekomst. 10 jaar verder is, laat ons zeggen, vroeger was dat gemakkelijk te doen. We gaan 10 jaar verder kijken. Maar vandaag 10 jaar verder is, ja, als je ziet welke exponentiële groei dat alle mobiele AI, alles wat je wilt hebt. Als jij een oefening moet doen, voor wat gaan we binnen 10 jaar doen? Of hoe ga jij ermee om? Ja, ik denk, het is een heel goede vraag. Wij zijn beiden bezig met innovatie en met de toekomst, maar ik denk dat wij ook niet weten wat er inderdaad op ons afkomt. 10 jaar niet, maar zelfs 5 jaar is zeer moeilijk om te voorspellen. En niemand had dit ook zien komen, hè. Dit is de Black Swan van 2020. En het is eigenlijk ironisch dat elk bedrijf in 2020 PowerPoint had. Ergens in de schuif. Dat gaat het jaar zijn van waar alles tot bloei komt. En dan gebeurt zoiets, hè. Dus het is onwaarschijnlijk eigenlijk. Het is fenomenaal. En ik denk dat er nog meer van dat soort Black Swans op ons af kunnen komen. Nu, wat mijn filosofie is niet zozeer het voorspellen van wat binnen 5 jaar of wat binnen 10 jaar. Maar er is iets wat ik geleerd heb van Stijn Swijns, die een ex-Special Forces agent is. Sommige mensen zullen hem misschien kennen van Kamp Waas. En Stijn zei in het interview dat we nu hebben afgenomen voor ons laatste boek, dat adaptive resilience bij de Special Forces cruciaal is. Okay. Dus hij zegt, we deal with complex environments, waar we nooit weten wat er eigenlijk echt op ons afkomt. Het enige dat we kunnen doen is adaptive resilience zijn. En dat wil zeggen, als je wordt neergeslaan, dan kan je terug opstaan en you bounce back, dus dan ben je resilient. Maar adaptive resilient wil zeggen dat je niet alleen terug recht staat, maar dat je je positie verandert, dat je je defensie verandert en dat je eigenlijk leert uit wat er net is gebeurd en daardoor weer extra klaar bent voor wat er nog op je afkomt. En die filosofie spreekt mij enorm aan. Ik denk dat bedrijven adaptive resilient moeten zijn voor zowel technologische veranderingen, sociale veranderingen, medische veranderingen, zoals nu met COVID. En dat we eigenlijk dus niet zozeer moeten ons vastrijden in wat gaat er exact gebeuren binnen 5 of 10 jaar. Maar meer, hoe zorgen we ervoor dat we snel zijn en heel snel kunnen handelen op het moment dat zoiets gebeurt. En je kan wel een aantal scenario's maken, dat doen wij wel. Hè. Wat zijn de scenario's die most likely zijn, most likable zijn? Maar binnen al die scenario's is denk ik de cruciale factor, hoe zorg je ervoor dat je adaptive resilient bent voor de toekomst? Ja. En dat is denk ik de beste manier om je voor te bereiden. Ja. Hoe kan je maken dat je snel schakelt, if it happens again? En dat is nu waar we weer tijd hebben verloren, want we waren met z'n allen niet klaar voor wat nu is gebeurd. En laat ons hopen dat we nu hieruit wel voor een stukje leren, en nadenken ook rond die technologische veranderingen. Als die versnellen, hoe maken we dan dat wij een andere propositie hebben, een nieuw model, een nieuwe service line, et cetera. Zodat we niet obsolet worden als de markt plots kantelt en sneller dan dat we dachten. Super interessant. Ik voel dat continu veranderen en dat continu schakelen op die verandering, dat is dat u duidelijk gezonde energie geeft. Nu, als je het hebt over het most likable scenario voor Dado, binnen dit en 5 jaar, hoe ziet dat eruit? Ah, dat is interessant.
Wel, ik probeer eigenlijk een beetje mijn mini-vloot te bouwen. Hè. Dus we hebben vaak de metafoor van het moederschip en de speedbootjes. Ja? En dus mijn moederschip is het adviesbureau Scopenia. Waar we vandaag zijn. Bijzonder veel netwerk mee uitbouwen, zeer veel mensen leren kennen. Zie hoe bedrijven van binnenuit werken en daar leer ik gigantisch veel van. Tezelfde tijd ben ik ook een ondernemer en probeer ik dus ook niet alleen in de theorie bedrijven advies te geven, maar zelf dingen te proberen. En dus nu zijn er twee speedbootjes naast mijn kleine moederschip. En ik heb zeker de ambitie om de komende jaren nog meer van dat soort speedbootjes in het water te laten en te blijven proberen. Okay. Alleen voor mij is het all or nothing. Dus ja, ik ben iemand die enorm gedreven is door... stel dat we dat doen, zou dat lukken. En ik krijg bijzonder veel energie van. En op het einde, het is misschien een cliché, maar op het einde van mijn carrière zou ik meer spijt hebben van de dingen die ik niet heb geprobeerd dan de dingen die ik wel heb geprobeerd. En ik ben er zeker van dat ze absoluut niet allemaal succesvol kunnen zijn of zullen zijn. Maar de energie die je krijgt van iets nieuws te doen, iets nieuws te proberen, daaruit te leren, dat drijft mij enorm. Ja. Dus wat het exact zal zijn, Tim, weet ik niet. Ik ben benieuwd. Maar het zullen meer speedbootjes zijn dan vandaag. Ik ben benieuwd. Ik ga sowieso volgen. Ik was enorm gecharmeerd van het speakerbase-idee. Timmert zo zelf ook een beetje aan het sprekersverhaal. En weet je dat je kent aan links en rechts een organisator en links en rechts mogen iets gaan spreken, maar je probeert dan een beetje een portfolio op te bouwen. En dan, en dan merk je inderdaad dat er in de markt niet echt een platform slash mechanisme is. Hoe gaat dat nu voor jullie, speakerbase? Wel, we hebben onszelf ook een stukje moeten uitvinden door het ganse COVID-verhaal. En wat interessant is dat je ziet dat plots sprekers webinars moesten geven. Mm-hmm. En die verlopen heel vaak amateuristisch. Hè. Dus de spreker heeft geen background, er is geen interactie met het publiek. De slides worden op dezelfde format gebracht als op een offline evenement. Ja. En eigenlijk werkt dat niet. Dus we hebben ons nu met Speakersbase gespecialiseerd in het opzetten van virtual events bij organisaties. En hoe dat ze eigenlijk webinars naar de next level kunnen brengen. En we proberen hen te helpen bij het selecteren van de juiste sprekers. Ja. We coachen ook die sprekers om zowel pragmatisch, van hoe zet je een camera op de juiste ooghoogte, dat je niet kikkerperspectief of helikopterperspectief hebt, de juiste belichting hebt, zoals jullie hier hebben. Hoe zorg je ervoor dat je een mooie background hebt? Maar ook, hoe maak je je verhaal kort en interactief voor een online format? En dan coachen we ook die organisaties die zo'n evenement zelf hosten. Hoe doen ze dat dan exact? Dus dat is voor ons eigenlijk de pivot geweest nu in de huidige coronacrisis. Oké, ik kan me voorstellen dat die vraag er is, want inderdaad, fysiek event vooralsnog zullen ze niet terugkomen. Nee, jammer genoeg. Maar. En er is een bedenk... laten we zeggen, je merkt grote niveauverschillen van zodra dat je een digitaal event ergens opgaat. Een tijdje geleden een heel interessante podcast van de NextWeb over hoe dat zij er momenteel... bij de technoloog, denk ik. Technoloog, BNR, de NextWeb, kwamen ze vertellen hoe zij daar heel extreem op hebben ingezet het laatste jaar. Met gelukkig maar. Dado, ik vond het een super interessant gesprek. We hebben net een hele fijne podcast opgenomen. De mensen die podcast graag willen luisteren, die nodig ik gewoon uit voor de podcast te nemen. We hebben er juist toch een klein beetje... Ik wil het niet zeggen, maar free mentorship gehad van jou. Een heel mooi gehoord hoe dat wij als start-up... laten we zeggen, beter kunnen, of speedbootje beter kunnen samenwerken met onze moederorganisatie. Ik hoor dat jij nog serieus wat speedbootjes gaat, of toch nog verschillende speedbootjes in jouw hoofd hebt zitten, om links of rechts te lossen. Klopt. Ik ben heel, heel benieuwd naar het volgende. Ja. En, ik wens jou... Maar ik ook naar jullie, hè. Dus ik vind wat jullie doen absoluut fantastisch. En ik denk dat we meer nood hebben dan mensen zoals jullie, die ook zeker binnen de retail proberen te inspireren en mensen aan te zetten tot innovatie. Dus, we doen ons best. Jij kijkt uit naar mijn initiatieven, maar ik evenzeer naar die van jullie. Dus veel succes. Top. Idem. Take care. Bye.